Ik heb nu officieel ruzie met Jessica. Ik heb vandaag een afspraak met niemand minder dan. Zijn die kraan die afmaakt? Die moet maar aan het draaien. Zal de afskeer dat je in het kantoor komt? Nee, dat moet je niet online zetten hoor. Nee, dat moet je echt niet doen. Hey, goedemorgen, het is weer een nieuwe week. We zijn er weer klaar voor. We hebben een hele leuke week voor de boeg. Het is nog donker buiten. Zo beginnen we de winterochtenden weer. Vandaag komt er een cameraploeg, komt mij filmen. Dus ik heb een drukke dag. Ik moet even kijken wat ik daarvan aan jullie kan laten zien. Maar ja, we gaan er weer vol goede moed tegenaan. Goedemiddag lieve kijkers, bij de vlog van Jessica. Nou heb ik het even overgenomen, nou is de vlog van Lorenzo. Ik ben hier vandaag met Jessica. Vandaag hebben we lekker gedraaid in Nieuwekerk aan het IJssel. Jess, hoe ging het vandaag? Ja, top. Ging top. Goeie riggen erbij, leuk werk, zonnetje erbij. Heerlijk! Wij zijn een dreamteam, topteam. We waren vandaag op pad met de 48 meter. Een van de nieuwe kranen die we hebben van het kranenpark. Hele mooie kraan, heel mooi. Het is natuurlijk niet zo mooi als mijn kraan. Maar ja joh, vanmiddag hier in Nieuwekerk geweest. Lekker wat dingetjes gaan eisen. Nou, Jessica vooral, ik was alleen in de riggen vandaag. Ook een keertje lekker. Dus ja joh, de kraan is bijna ingepakt. Gaan we lekker naar de zaak. Kraantjes laden, nog wat ditje en datje. Lekker naar huis. En dan morgen vol gas. Ik heb nu officieel ruzie met Jessica. Ik was de camera vergeten. Dus, maar gelukkig je stond er nog, dus er is niks aan de hand. Sorry Jess, spijt me zeer. Zo lekker om 's ochtends gewoon helemaal in je eentje te zijn, muziekje op. Hey, ding, is Rens? Nee. Maak mijn ding aan, want trek hem in mijn kool. Ik heb vandaag een afspraak met niemand minder. Dan? Nou, in een Alterband. En weet je wat mij nou treft? Is de geur die jullie thuis missen. Want het ruikt hier toch naar rituals. Weet je wel? Nou, en als je dan op een ritual bent, dan denk je aan Jessica. En wat mij ook treft is de kreten die hier op de muur staan. If you can dream it, you can do it. Nou, en daar is Jessica nou het levend voorbeeld van. Dus goed luisteren, goed kijken naar haar, want zij is een kanjetje. Maar hij is misschien 45, maar hij heeft de gezondheid van iemand van 25. Kijk dat strakke lichaam, een sixpack. Moet naar dat huidje kijken, zo strak. Dat haar, gewoon zo. Die oren die zo staan. En die handjes, kijk maar. Ik wou dat ik zo lijk. Ik wou dat ik zo was. Ja, ik moet het doen met wie ik ben. Kijk, alles hangt, alles zakt. Kijk, naar die huid, kijk hoe het glimt vergeleken bij mij, hoe dof het is. Die hele mooie witte haartjes ertussen. En dan dat grijze kapsel van mij. Oh, nu is zijn ego helemaal hoog, joh. Arie, wat zijn jullie aan het doen? Kutten. We hadden een klein issuetje, want deze foto willen we gaan plaatsen. Maar die is heel leuk, alleen er moet eigenlijk één iemand vervangen worden. Dus wat doen we dan? Dus niet de harde kern. Kijk, en wat het leukste is, is dat we allemaal zo super knap kijken. En Arie weer haar heeft, kijk. Heb je het ook zo erin gepakt dat hij haar heeft? Denk wel. Ja. Ziet er echt leuk uit, hè? Oh, we zien er best knap uit daar. Onder, jij filmt mij altijd van onder. Kijk hoe groot ik dan ben. Ik heb echt, na die andere video ben ik echt, ik heb niks slechts meer gegeten. Ik zit alleen maar helemaal goed te eten nu, want ik had echt zo'n... Zo keek ik op. Nou, heel eerlijk, als je het gewoon de hele tijd goed doet, mag je toch wel sushi eten? Eén keer, één dag. Ja, maar dan is het toch heel wat hetgene van heel de week heb ik me eigenlijk uitgehongerd en gezond gedaan. En dan de laatste vrijdag, bam, jongen. Het is toch helemaal niet ongezond, sushi? Nee, het is gezond voor je. Nou, het is helemaal niet super ongezond. Eten! Het is vrijdagmiddag en we gaan eens even kijken wat er beneden in de werkplaats allemaal gebeurt. Hey Arie. Nee. Wat ben je aan het... Dat is Arie, hij is tering chagrijnig tegen me. Zijn die kraan die afmaakt? Die moet maar aan het draaien. Zal de afskeer dat je in het kantoor komt? Ik ga het afmaken voor jou. Dan moet je beneden oud wijf gaan.
Godverdomme zeg. Kijk het niet meer. Harry, wat ben je aan het doen? Dit is even een oplaaddingetje voor de accu's van de glaszuiger. Van de glaszuiger? Mm-hmm. We hebben een extra accu gekocht. Dan hebben we twee accu's. Heftige rommel allemaal hier. Nou ja, dit is de bordcomputer van de 60 meter, die is kapot. Die is een beetje nat geworden. En voor de rest, wat mee toch? Wat ben je allemaal aan het doen hoor? Ik weet het zelf ook niet. Nice. Nee, ik moet even het dek openmaken, want zijn verlichting is een beetje kapot. Dan hebben we natuurlijk hier allemaal onder, dus dan kunnen we alles openmaken. Fijn, tot vrijdag. Heerlijk, lekker doen. Perfect. Tommy die gaat één keer in de zoveel tijd aan de wandel, dan is hij het zat en dan klimt hij zijn kooi uit. Tom, waar gaan we naartoe? Ik heb tandenbleek shit gekocht. Want ik dacht, ja, nou ga ik vaker filmen. Godver, gaat die kuttelefoon weer? Oké, okay, kom dan zo terug. Waar het dus om ging, voordat we... ik heb dus tandenbleekspul gekocht. Want ik denk, ja, we komen nu zoveel... Ik ben nu zoveel aan het filmen, dan moeten we... Jij hebt van die witte tanden, dat is gewoon hatelijk. Helemaal niet. Wel, dus, kijk, nice, ja. Hè. Er zitten 3 spuiten bij. Volgens mij is het echt super slecht voor je tanden. Ik heb een keer zo'n pakket van de tandarts gehad, maar dat werkt voor gemeten. Je kan weer tanden krijgen, hè? Ja, dat zal vast, maar de tandarts werkt niet. Eeuw. Moet je zo'n beetje in de... Oh. Wat? Dat vind ik eng, man. Moet je zo'n ding in en dan moet je dan zo'n apparaat opzetten. Ja, maar dat is beter. Ik had zo'n bitje, die moet je mee slapen van de tandarts. Echt van de tandarts zelf. Het gaat best wel slecht zijn, hè? Want het eerste stukje van je tanden gaat eraf. Je glazuur wordt aangetast. Het kan zijn dat als je dan koude of warme drank drinkt dat je pijn krijgt. Dan drinken we met een rietje. Morgen het resultaat laat zien. Top. Want morgen hebben we een feestje. Inderdaad. Rens en ik hebben een feestje georganiseerd. Tirol pakje. Nee, dat moet je niet online zetten hoor. Nee, moet je echt niet doen. Wat zijn jullie aan het doen? Akkertjes vervangen, tol gesmeerd. Nou, een schakelaartje ga ik vervangen, want ja, die hebben ze ook weer kapot gemaakt. Ja, ja, ja. Wat ga jij doen? Kost allemaal niks. Dat is 110 euro, hè, dingetje. Is dat 110 euro? Nee, ja. Serieus? Ja. Smashel! Hebben jullie zin in vanavond? Nee. Ja, zeker. Nee, zeker ja. Niet. Nee.